ziet die groep achter ons. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag spelen wij Formule 1 2019 op Ultra High Settings. Dat kan dankzij mijn nieuwe Omen 15 laptop die ik gesponsord heb gekregen. Heel erg bedankt daarvoor natuurlijk. Maar dat is nog niet alles, want jullie kunnen ook super vette dingen winnen. En daarvoor moeten jullie een challenge doen. Ga op F1 2019 naar Time Trial. Dan kies je de auto uit die je wil. Maar ja, de Mercedes is gewoon de snelste. Dan ga je naar Spielberg, naar de Red Bull Ring. En daar ga jij je snelste tijd op rijden. Stuur dan een bewijs, screenshot of video of iets op Discord. De snelste 7 die krijgen een uitnodiging om op Dreamhack Rotterdam op 18 oktober, vrijdag 18 oktober, te strijden met mij om deze vette prijzen. Hier wordt wel met controller gereden, dus let daar wel op. En dat is eigenlijk een beetje de challenge. Spielberg Time Trial, snelste 7, die gaan meeracen op 18 oktober op Dreamhack, vrijdag. En ja, we gaan er wat super vets van maken. Dit zijn mijn video settings. Ik heb een RTX 2080 erin. We hebben 240 hertz gewoon in de laptop. En dan kijken we hier bij de Advanced Graphics settings. En alles staat op het allerhoogste. Er kan niks meer naar rechts. Alles staat op Ultra High of High. En dat is het hoogste wat kan, zoals je hier kan zien. Ik kan hier niet naar rechts. Het is gewoon insane dat we hierop kunnen gamen en recorden tegelijk. En ik ben gewoon echt verbaasd. Zo, en zo ziet de setup er dan uit. Deze HDMI-kabel gaat naar dat scherm. Dan heb ik het geluid van de Astro ook via mijn laptop. En heb ik mijn stuur en pedalen en alles ingeplukt in mijn laptop. Ik denk dat we wel lekker Formule 1 erop kunnen spelen. Wil je nog meer weten over de laptop? Check dan nu eventjes mooie shots en meer informatie erover. En geniet verder van de video. Zo, en laten we nu even naar de specificaties van de nieuwe Omen 15 laptop kijken. Er zit een i7-9750 in als processor. Daarnaast hebben wij de Nvidia RTX 2080 erin als grafische kaart. En verder hebben wij 16 gig RAM. Voor een game laptop is deze laptop echt super dun en hij weegt ongeveer 2,5 kilo. En daarnaast is het 15 inch scherm 240 hertz. Voor een laptop zijn het echt bizarre specificaties. Momenteel is dit gewoon beter dan mijn PC die ik heb. Daarnaast heeft de laptop een super strak design en verlichtte de toetsen mooi op. Dus heel erg bedankt Omen by HP dat ik deze laptop heb mogen ontvangen en dat we hierop natuurlijk nu, wanneer we veel zijn aan het reizen, op kunnen gamen, op kunnen editen, alles op kunnen doen. En ik ben er echt enorm blij mee. Nou, ik hoop dat je hebt genoten van deze video en de insane specificaties van deze Omen 15 laptop. Laten we nu gaan rijden als Lando Norris, want dat vind ik echt een geniale guy. Wij gaan vandaag wel even rijden op Italië, dus niet op Spielberg waar jullie op moeten rijden. Daar ga ik vanuit de Red Bull hangar waarschijnlijk op racen. Dus laten wij hier gaan beginnen. Zet het niveau gewoon eens op 100. Ik ben benieuwd of we dat aankunnen met de McLaren, maar we zullen het zien. Zo, en dan doen we even een one-shot kwalificatie. Mijn force feedback settings zullen ietsje anders staan op PC, dus dat is een klein beetje wennen. Maar verder gaan we gewoon ons best doen om een snelle tijd weer neer te zetten. Ik ben heel erg benieuwd. Eerste bocht. Zijn we goed doorgekomen? Kijken of we in deze bocht wat moois kunnen doen. Oeh, klein beetje geblokkeerd. Hier niet de lekkerste bocht ter wereld, maar goed. Waarom is op elk circuit het niveau zo anders, weet je? Op 100. Ik heb nog nooit op 100 gereden. En we rijden op P5. How is that even possible? Zeker niet mijn meest clean rondje. Terugvallen naar de zesde plek. Kijken of in de laatste bocht wat daar nog gebeurt. Zeven. 6. Gaan we vanaf P6 starten, jongens? What the hell? Ik wilde juist in de strijd om het middenveld zitten en nu starten we vanaf P6 voor Gasly. Nou, het is close wel. Het is close. What the hell? Heeft Max Verstappen gedaan? Oeh, dit gaat nog wel aardige druk van achter worden. Ik ga gewoon proberen om Perez in te halen. Zo, dan gaan we dan niet te veel toeren maken, maar ook weer niet te weinig. Oeh, dit is een goede start ten opzichte van Perez. Maar de AI is altijd sneller bij de start. Dus daar moet je gewoon voor oppassen. Ja, ik wou net zeggen, we gaan niet hier naar links, maat. Dat gaan we zeker niet doen. Oh, en we hebben meteen... Wie de hel zit naast ons? Een Haas, volgens mij. Magnussen zit daar. We hebben een betere exit. We hebben een hele goede exit. We zijn langs Perez.
We zijn bijna langs Mercedes hier. Wat de hel gebeurt er? Ja, maar dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Collision met Vettel. En we zijn weer achter Bottas. Holy shit, jongens. Wat een start. Ja, dat is zeker een strong start, kun je wel zeggen. Holy shit. Maar we hebben natuurlijk ook de ERS en alles staat super hoog. Dus ik weet niet hoe lang we dit vol kunnen houden. Maar je gaat me toch niet zeggen dat ik het niveau hoger dan 100 moet gaan zetten. Dat is echt bizar. Oeh, en Bottas die waagt een aanval. Ja, en wij hebben meteen Perez in onze nek. Perez die heeft ook aansluiting gevonden. En ik denk niet dat we dit vol kunnen houden. Dan blijf ik maar gewoon op deze lijn rijden. Kijk, ze vechten dan daar, joh. En dan gaan we samen door de bocht. Ik ging een beetje wijd. Excuusie, excuusie. Was niet de bedoeling. Zo, in deze bocht komen we zoveel dichterbij, hè. Kan natuurlijk ook een beetje aan onze setup liggen, maar dit slaat helemaal nergens op. Oh. Ik ga veel te wijd. Ik ging veel te wijd en daar komt Vettel. Oh shit, DRS staat aan. Ja, keep pushing, jongens. Kijk even op welke plek ik rij. We rijden niet op Spa, hè? We rijden niet op Spa, hè? Waar die ook gewoon de hele tijd op de vijfde plek reed. Totdat hij de laatste ronde uitviel. We hadden even een klein momentje en zit meteen Gasly in onze nek. Nu moeten we weer gaan stampen. We hebben wel nog DRS. Dat is misschien onze redding hier. Maar we hebben weinig slipstream nog door dat kleine foutje wat we daar hadden. Oh shit. Ja, nu moet Gasly ons inhalen. Ik ga wel naar deze kant. Ik kies hiervoor. Dus als je me wil inhalen, moet je aan de binnenkant. Maar dat gaat hij niet doen. Shit, mijn ERS gaat te snel naar beneden. Maar ik heb het hier nog even nodig. Oh, ik heb ook nog DRS. Stop dit. Kunnen wij achter Bottas aan? Nah, not really. Zij zijn ook de hele tijd aan het vechten. Dat vind ik zo leuk aan Formule 1 2019. Dat het gewoon... Het blijft maar doorgaan. Het blijft maar doorgaan. Oh shit, Gasly zet hem ernaast. Hij staat er nog steeds naast. Oh nee, nu niet meer. Ja, kon ik daar niet tegen hem aanrijden? Bij deze bochten win ik altijd superveel tijd. Dus ik hoop dat dat nu ook gaat lukken. Beetje driften er doorheen. Ik ben te hard aan het pushen. Oh, ik moet hem echt op non zetten. Kijk die groep achter ons. Gap to teammate behind is 2.5 seconds. Dat gaat nooit goed. Ricciardo zit hier zelf bij. Wat is hier allemaal gaande, jongens? Ik had zo graag in die groep willen zitten. Maar we rijden er lekker voor. Oké, Ricciardo komt wel erg gevaarlijk dichtbij. Dus ik moet een beetje gaan oppassen hier. Maar ik heb ook nog de DRS en ERS. Ik heb ook nog de ERS nodig natuurlijk dadelijk. Dus we kunnen hier niet al te veel gebruiken. Hier wel. Klein momentje. Maar dit halen we wel. Dit halen we wel. Of de motor moet nu gewoon ploffen. Of we moeten uitvallen. Maar dit halen we gewoon. En Hamilton... Hij heeft hier gewonnen. Oeh, daar zullen de Italianen niet blij mee zijn. Maar wij komen op de vijfde plek over de finish met niveau 100. Legend. Nou jongens, dit is het hoogste niveau wat ik ooit heb gereden. Dus dit is echt insane. Zo, dan hebben we Hamilton op P1, Charles op P2 en toch nog Vettel op P3. Dus ik denk dat de Italianen hier alsnog wel redelijk blij mee mogen zijn.
En dan kijken we wat hier allemaal is gebeurd. Hamilton, Leclerc, Vettel. Dan hebben we Bottas. Dan hebben we Norris. Dat zijn wij. Dan hebben we Danny, Ricciardo, Magnussen. Perez, Pierre, helemaal terugvallen. Max terugvallen. Stroll op de 11e plek. Dan hebben we Hulkenberg, Fiat. We hebben Sainz op de 14e plek. Hallo? Ik sta me niet hier. Hulkenberg ook op P12. Ricciardo op P6. Dus er is van alles gebeurd. Giovinazzi, Albon, Grosjean, Kimi, Russell en Kubica. Dit is het raceje. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Smash even allemaal dat blauwe duimpje massaal omhoog. Zou ik super erg waarderen. Wil je nou meedoen aan de Omen F1 Challenge en strijden om toffe prijzen? Check dan natuurlijk even nog eens de video voor alle informatie. Ik zal ook wat in de beschrijving zetten. En op Discord kun jij jouw snelste tijd insturen. En dan zeg ik voor nu bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer en zie ik jullie heel erg graag de volgende keer jongens. Later. Capita teammate behind this, 2.5 seconds.